Hallo, ik vertel jullie graag het verhaal van Ricky en Mia de Kip. Kukeleku! Het eerste wat Rikki 's ochtends vroeg hoort is het gegraai van de haan. Kukeleku! kraait de haan. Tijd om op te staan! Na het ontbijt gaat Ricky de kippen voeren. Die wonen in hun eigen huisje in de tuin. Ricky zorgt goed voor ze. Hij geeft de kippen vers water, graan en maïs. En natuurlijk ook zonnebloempitten, want daar, daar zijn ze dol op. Ricky's lievelingskip is net zo wit als gijzelf. Hij heeft haar Mia genoemd. Rikki laat Mia zonnebloempitten uit zijn pootje eten haar lelletjes strijken zacht over zijn pels. Als hij de eieren heeft geraapt, gaat Ricky op hun plekje zitten, het plekje van Mia en Ricky. Mia springt meteen op zijn schouder. Mia is een lieve grappige kip, vindt Ricky. Met haar bek geeft ze zachte beetjes in zijn oor. Dat kriebelt een beetje. Tok, 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 roept de haan, want hij heeft net een dikke worm gevangen. Alle kippen stormen er naartoe, behalve Mia. Zij blijft lekker bij Rikkie zitten. Als Ricky met de mand eitjes terugloopt, loopt Mia altijd met hem mee, tot aan het poortje. Tik, 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 kakelt Mia en ze springt op het poortje. Want ze wil nog een knuffel van haar vriend. Dag, Mia, glimdacht Riki. Tot morgen. En zo gaat het alle dagen. Maar op een ochtend komt Mia niet. Ook niet als Riki haar heel hard roept. Ze komt zelfs niet als hij met het eetbusje schudt. Hè? waar zou ze toch zitten? denkt Riki ongerust. Zou er iets gebeurd zijn? Ricky wil Mia heel snel vinden. Hij kijkt in en onder het kippenhuisje. Zoekt achter de bomen en tussen de struiken, in het hoge gras, in de wasmand, in de kruiwagen. Hij zoekt zelfs in het schuurtje tussen papa's tuingereedschap. Maar hij kan Mia nergens vinden. En dan, als ik het bijna op wil geven, ziet Riki haar opeens zitten, achter in de tuin. Mia, roept Riki opgelucht. Zullen we verstoppertje spelen? Kom er maar uit, ik heb je gevonden. Maar Mia verroert geen veertje. En als Riki haar op wil pakken, pikt ze in zijn pootje. Au, schrikt Riki. Hij begrijpt er niets van. Verdrietig haalt Riki Papa. Die komt kijken. Ik zie het al, zegt hij. Mia zit te broeden. Ze heeft hem een pootje gepikt, fluistert Riki. Als kippen broeden, moet je ze met rust laten, lacht Papa uit. Ze blijven dan een hele tijd op hun eitjes zitten, tot er eitjes uitkomen. Ik wil met Mia spelen, zegt Riki. Dat kan nu even niet, antwoordt papa. De volgende ochtend gaat Rikki voorzichtig naar Mia kijken. Nog altijd zit ze stilletjes op haar plekje. Rikki haalt zijn voetbal en gaat erop zitten, net zoals Mia op haar eitjes. Uren aan een stuk blijft gij wachten. Eieren uitbroeden duurt wel erg lang, vindt Rikki omdat hij niet zo lang stil kan blijven zitten, haalt Rikki water en zonnebloempitten. Flink volhouden hoor, zegt hij tegen Mia. Mia houdt het dagenlang vol. Zelfs als het regent, blijft ze dapper broeden. Mag ik de paraplu, pap? vraagt Riki. Dat mag. Samen met Mia schuilt hij onder de paraplu tot de zon weer schijnt. En dan, na dagen en dagen wachten, hoort Rikki een piepje. Piep! En nog een paar. Piep! Piep! Eén voor één kruipen de kuikentjes uit hun eitje. Eerst blijven ze nog veilig dicht bij Mia, maar al gauw worden ze nieuwsgierig en fladderen ze alle kanten uit. Mia is reuze trots op haar vrolijk piepende kleintjes. Ze neemt ze alle zeven mee naar hun plekje: het plekje van Mia en Rikki. Rikki zit al te wachten, Hij is net zo trots op die gele pluizige lievertjes en natuurlijk ook op Mia, zijn lieve, dappere kip.